Nou, wat wil ik met u delen? Ik geloof, we leven, en dat was de keer daarvoor dat ik hier sprak, over de laatste dagen waar we in leven. We leven letterlijk in de laatste dagen. We leven in een tijd van versnelling. En ik zal uitleggen wat ik bedoel. In Openbaring 22, vers 20, daar staat, zie, ik kom spoedig. Dat is in een van de laatste versen van de laatste van het laatste hoofdstuk van het laatste boek in de Bijbel, zegt Jezus, ik kom spoedig. Als er één tekst is waarmee gespot wordt, waaraan getwijfeld wordt, wat in twijfel wordt getrokken, want ja, hoor eens even, dit is 2000 jaar geleden en er is nog steeds niks gebeurd. Wanneer komt het dan? Wat bedoelt hij daar dan mee? En ik ga je daar licht op werpen en ik hoop dat u dat gaat zien. Want als je dit snapt, dan gaat die tekst een andere betekenis krijgen. Want het woord spoedig in de oude vertaling, en ik weet niet of die mensen die de Statenvertaling gebruiken, de meeste niet meer, maar daar staat het woord haastiglijk. Ik kom met haast, feitelijk. En dat vind ik een betere vertaling, want het Griekse woord wat in de vertaling staat, is het woord takos. En dat heeft niks te maken met Mexicaanse tacos, maar dat heeft te maken met de tacometer. En in Nederland gebruiken wij een ander woord, we noemen het de snelheidsmeter. Maar een tacometer die meet de snelheid. En we hebben allemaal zo'n ding in de auto. En als je gas geeft, ga je niet alleen sneller, maar dan loopt je meter ook op. En dan zie je gewoon dat je sneller gaat. En dat is eigenlijk wat er in de kern van deze tekst staat. Als de dingen in versnelling komen, dan ga ik komen en ik ga snel komen op het moment dat dingen in een stroomversnelling komen. Dat is feitelijk wat deze tekst zegt. En ik wil u laten zien dat wij in die tijd leven dat dingen in een stroomversnelling komen. En er zijn nog veel meer teksten die dit onderbouwen, daar ga ik straks iets van zeggen. Maar we kennen allemaal de oude cassette recorder. En dan heb je zo'n knopje fast forward, weet je wel, snel vooruit. Hè? Ja. Inderdaad zo, weet je wel. Dan gaat het ineens veel sneller. Nou, dit is wat ik zie gebeuren in de wereld om ons heen. En voordat ik die noem, een aantal teksten die ditzelfde zeggen, is bijvoorbeeld in Matteüs 24... vers 8, 7, 8 en 9, dat hele stuk trouwens. Maar daar zegt Jezus over de tekenen der tijden, dan heeft hij het over pestilentie, aardbevingen, natuurrampen, geweld, oorlogen en geruchten van oorlogen. Doch, zegt Jezus, dit is slechts het begin, doch dit alles is het begin der weeën. En dit is exact dezelfde principe als ik kom spoedig. Want hoe werkt dat met weeën? Ik denk dat ik dat aan niemand hier hoef uit te leggen. Weeën die beginnen, ja, zeker de allereerste keer als je dat meemaakt. Ik weet nog goed toen mijn vrouw de allereerste keer de allereerste wee kreeg. Ze voelde zich niet zo lekker. En ik zeg, heb je wel goed gegeten? Zal ik een boterhammetje voor je klaarmaken? Nou, dat was geen niet de oplossing. Want ja, wist jij veel? Je had nog nooit eerder meegemaakt. Dus je hebt geen idee. Maar goed, toen er na een aantal uren, uur of drie of zo, er weer zo'n feeling kwam. Toen dacht ik, zou dit het zijn? Want dat wist nog niet. Maar toen een paar uur later weer eentje kwam. En we weten allemaal hoe het werkt. De intervallen worden steeds korter. En de intensiteit wordt steeds sterker. De frequentie wordt steeds hoger. De intensiteit wordt steeds sterker. En dan weet je, als dat begint, dan is er geen weg terug meer. Dan gaat het, als de dokter komt en die kan niet zeggen, het komt me niet gelegen, ik heb net mijn vakantie gepland, wacht even 2 weken, dan kom ik wel terug. Nee, als de weeën beginnen, is er dat is een punt of no return. Dan gaat het door
tot onomkeerbaar, totdat het kind geboren wordt. Dat is wat Jezus zegt. Als je deze dingen ziet, dat is het begin der weeën. Met andere woorden, dan gaat het niet lang meer duren voordat het koninkrijk baan breekt. Voordat ik kom. Dat is wat Jezus zegt. En dan zegt hij het op een andere plek nog weer anders. Dan zegt hij, ik zal de tijd inkorten, omdat anders geen vlees behouden zou worden. Hoe kort je de tijd in om van Drachten naar Groningen te komen? Door haast te maken, door sneller te rijden. Dat is eigenlijk wat de Bijbel in al die teksten zegt. Dingen komen in een stroomversnelling. En dat staat dus hier eigenlijk ook. En dan zegt hij het nog een keer anders in Lucas 21. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, zoals de weeën beginnen, richt uw hoofd omhoog en heft uw hoofd omhoog, want uw verlossing genaakt. Ook dat is weer de term die wij gebruiken voor de geboorte. Dat noemen we een verloskundige. Dan is de verlossing nabij. Lieve mensen, dit zijn niet alleen maar oude teksten die je voor kennisgeving aan moet nemen. Er komt een moment dat God deze teksten letterlijk in vervulling laat gaan. En wij zijn die generatie. En ik ga je laten zien dat we in die versnelling leven. Want de vraag die dan rijst is, zien we die stroomversnelling? Zien we dat nu op het wereldtoneel? Ik zeg, ja, dat zien we. En de snelheid waarmee dit toeneemt is zo overweldigend, dat als ik kijk naar de nieuwsgaring elke dag nu, als ik kijk, vorig jaar was het elke maand wel een dingetje, maar vanaf dit jaar is het elke dag wel een dingetje. In de afgelopen weken zie ik bijna elke dag 2, 3, 4, 5, 6 dingen als puzzelstukjes voor de vervulling van allerlei profetieën, met name in het Midden-Oosten. En ik ga er gewoon een paar uitpakken om je te laten zien. En ik weet niet of je zo gefocust bent op die nieuwsgaring, maar I'm a watchman, ik ben een wachter, ik let erop, ik zie het gebeuren. 7 februari heeft Erdogan en de paus een verbond gesmeed tegen Trump en Israël. Op 10 februari, 3 dagen later, was de eerste fysieke aanval van Iran op Israël met een onbemande drone geladen met explosieven om verwoesting te veroorzaken. Deze drone werd binnen 1 minuut neergehaald. Dit was de grootste tegenaanval sinds. Dit was de grootste aanval sinds 1982. Israël heeft toen 12 doelen in Syrië vernietigd op dezelfde dag, waarvan 4 Iraanse doelen zijn. Op de terugweg is het Israëlische vliegtuig boven Israëlisch grondgebied neergeschoten, wat ook een regelrechte oorlogsverklaring is. Op 23 februari, want we weten op 6 december, heeft Trump besloten, Sinterklaas, hè? Pakjesavond 5 december, zijn verjaardag is 6 december. Op Sinterklaasdag heeft Trump besloten dat de ambassade naar Jeruzalem. Wat een deining gaf dat in de wereldopinie. Maar wat gebeurt er ineens? Over versnelling gesproken, want toen werd er gezegd, het zal ongeveer 3 jaar duren voordat de ambassade gebouwd wordt. Maar op 23 februari maakte hij bekend dat het consulaat al wordt ingericht als ambassade en dat ze daarna pas gaan bouwen. En dat dat gebeurt op 14 mei. 14 mei is het exact 70 jaar geleden dat Israël werd geboren. We zijn vandaag op 12 mei, dit is over 2 dagen. Op 6 maart heeft Rusland, Iran en Turkije overleg gehad wat ze met Syrië gaan doen. En hebben Amerika buiten beschouwing gelaten. Op 9 maart heeft Trump
een afspraak met Kim gemaakt. En we weten wat er nu gebeurd is in Noord-Korea. Je houdt je hart vast, want je denkt, is dit gewoon een showvertoning? Of gebeurt hier werkelijk wat? Er zijn geruchten dat zijn lanceerinstallaties zijn geïmplodeerd. En dat hij daarom nu eieren voor zijn geld kiest. Nou, daar kun je God voor danken. Eén dag later, op 10 maart, kwam er een schrikwekkend bericht van president Poetin. Die zei in een interview met een Amerikaanse journaliste: wij hebben nucleaire onderwaterdrones en supersonische wapens, dat wil zeggen die 10 keer sneller gaan dan het geluid. Nu moeten jullie wel naar ons luisteren, want er wordt niet naar mij geluisterd. Dit is een regelrechte dreiging van wereldoorlog. Want daar hield het niet mee op. Hij zegt, ik poch niet, wij hebben die wapens. En als je me niet gelooft, typ maar Satan 2 in Google. Een nieuwste raket is een zware raket met 12 kernkoppen erop. Die zo zwaar zijn dat één zo'n bom heel Frankrijk plat kan leggen. Dit is een dreiging, dat hebben we nog niet gehad in de wereld. En dat is afgelopen maand, net iets verder terug, 10 maart. Hij zei in het gesprek, wie Rusland of zijn bondgenoten, wie zijn de bondgenoten van Rusland? Perzië of Iran, Syrië, Turkije en Noord-Korea. Wat u misschien niet weet, in november heeft Syrië en Turkije en Iran met Rusland een verbond gesloten. Je mag de geschiedenis naslaan. Turkije en Iran en Syrië zijn nooit vrienden geweest. In de hele wereldgeschiedenis niet. Maar eind vorig jaar hebben ze een verbond gesloten. En zij zijn de drie hoofdrolspelers in Ezechiël 38. De oorlog van Gog en Magog. En ze zijn nu ook alle drie militair actief in Syrië aan de grens van Israël. Over de vervulling van profetie gesproken. Toen vroeg die vrouw, bedoel je dat ze je aanvallen met conventionele of met nucleaire wapens? En Poetin heeft zonder omhaal van woorden gezegd, iedereen die ons aanvalt met nucleaire of conventionele wapens zal onmiddellijk de gevolgen daarvan ondervinden. Je kunt alleen maar hopen dat het bluf is, want je kunt de verschrikking, kun je bijna niet voorstellen wat dan de gevolgen zullen zijn. En dan zijn er ook kerken, dit moet ik zeggen, die willen deze boodschap niet horen. We willen alleen maar prosperity, blijdschap, vreugde, overwinning, kracht. En luister, een kwart van de Bijbel is profetisch. En een heel groot deel van die profetie staat op het punt om in vervulling te gaan. Wij mogen onze ogen voor deze dingen niet sluiten. Des te meer moet het een drijfveer zijn om nu het evangelie te vertellen, nu het nog kan. Op 22 maart heeft Israël bekendgemaakt dat ze in september 2007... de nucleaire installaties van Iran in Syrië hebben vernietigd. Zij hebben dat al die jaren, 11 jaar lang, nooit erkend. Men vermoedde het wel, maar men wist het niet zeker. Waarom maakt Israël dat nu wel bekend? Ik zal je zeggen waarom. Israël zegt met het bekendmaken dat zij het gedaan hebben, luister, we hebben het toen gedaan, als het nodig is, doen we het nu weer. Over oorlogen en geruchten van oorlogen gesproken, de hele wereld, alle politieke leiders, Poetin, Trump, Iran Rouhani en Israël en Erdogan, ze hebben allemaal oorlogstaal in de mond en dreigen elkaar te bombarderen en te vernietigen. Dit is de tijd waar Jezus over sprak. Op 22 maart, op dezelfde dag, is Erdogan Noord-Syrië binnengevallen en heeft het Koerdisch gebied in bezit genomen en daar ook dood en verderf gezaaid. En luister, of je me gelooft of niet, maar ik zie Syrië
en Poetin en Turkije niet schuld belijden en zich schamen en zeggen, joh, wat we gedaan hebben is fout. We moeten ons allemaal terugtrekken uit Syrië, want dit gaat niks oplossen. Nee, het zal alleen maar escaleren. Het zal alleen maar erger worden. Of je het wil zien of niet. Wat gebeurde er nog meer op 24 maart? Heeft president Trump 2 nieuwe vertegenwoordigers aangesteld, Bolton en Mike Pompeo, als opvolger van Rex Tillerson. Mike Pompeo was de voormalig directeur van de CIA, is een toegewijd christen, en dit is wat Mike Pompeo zei. Ik ben een christen, ik wil Jezus verheerlijken. Hij is de enige oplossing voor de problemen in deze wereld. Wat zei hij nog meer? Het zal onophoudelijk strijd zijn totdat Jezus terugkomt in de opname. Of je het met hem eens bent of niet, dit zijn zijn woorden. Op dezelfde dag heeft de VN 5 nieuwe resoluties uitgevaardigd tegen Israël. Ze hebben in de afgelopen 5 jaar bijna 50 resoluties tegen Israël uitgevaardigd. En 2 tegen Syrië, waarin de afgelopen 5 jaar bijna 500.000 mensen op de meest gruwelijke wijze om het leven zijn gebracht. Ik zeg je dit, de VN is de vervulling van wat de Bijbel zegt. De naties zullen zich verenigen tegen Israël. Het zijn de wijze heren, de leiders van deze wereld. Zij zijn gewoon de overeenende machten, de wereldbeheersers. Die laten zien hun ware gezicht in deze tijd. Die niet uit zijn op vrede en op gerechtigheid. En 2 dagen later werden 100 Russische diplomaten uit vele landen van de wereld uitgewezen. Vanwege de vergiftiging van een Russische ex-spion in Engeland, zoals u weet. Kort daarna heeft Poetin de verkiezingen gewonnen en zit hij nog strakker in het zadel. Op 8 april, dat is deze, even kijken, we leven nu in mei. Op 8 april was daar opnieuw die gifgasaanval in Ghouta bij Damascus. Israël deed op dezelfde dag een tegenaanval en heeft daarbij allerlei militaire basis vernietigd. Daarbij vielen 10 militairen van Iranië. Trump zei, er komt een vergeldingsactie tegen Enemal Assad op 11 april. Poetin zei, als je dat doet zal ik terugslaan. Op 11 april zei Iran, wij gaan Israël bombarderen als vergeldingsactie voor de aanval op, over oorlogstaal gesproken, geruchten van oorlogen. Ik bedoel, 3 keer op een dag. Saoedi-Arabië heeft tegen Israël gezegd en tegen de VS, wij willen 300 miljard investeren om te helpen in de strijd tegen de Sjiïten. Het enige Arabische land wat niet meedoet in deze coalitie is Saoedi-Arabië. Poetin waarschuwt voor een tegenaanval als ze Syrië aanvallen. Hij heeft het nog niet gedaan. Maar ik ben ervan overtuigd dat het gaat gebeuren. Wat gebeurde er op 27 april? Syrië krijgt S-300 raketten gratis van Poetin. Dat wil zeggen, die hebben een radius van 300 kilometer. Als die in Syrië worden geplaatst, is het een regelrechte oorlogsdreiging tegen Israël. Israël is bereid deze systemen aan te vallen als ze tegen Israël worden ingezet. Poetin dreigt op dezelfde dag met terugslaan als Israël dat doet. Op dezelfde dag zijn er vredesonderhandelingen tussen Noord- en Zuid-Korea, waarvan u weet hoe dat op dit moment staat. 2 dagen later wordt de nucleaire testlocatie in Noord-Korea gesloten. Op dezelfde dag, op zondag 29 april, dit is shocking, zijn er 200 Iraanse raketten tegen Israël gericht op de Syrische basis vernietigd bij Hama in Noord-Syrië. Door wie?
Aanvankelijk wisten ze dat niet. Daarbij zijn 38 soldaten gedood en 57 gewond geraakt. Iran heeft ongeveer 80.000 Sjiïtische jihadisten in Syrië. En het is zeker dat ze wapens en materiaal leveren aan Assad's regime, Hamas in Gaza en Hezbollah in Libanon, met één doel, wat ze al jaren zeggen: we gaan Israël vernietigen. Maar Netanyahu heeft één dag later bekendgemaakt, shocking, ik weet niet of u het weet, Iran lied. Uit het hart van Teheran, dat is ook de Mossad, dat laat dus Daniel in de leeuwenkuil, uit de muil van de leeuw hebben ze 500 kilo, meer dan 10.000 documenten, keihard bewijs dat Iran al die jaren heeft gelogen en keihard bezig is om nucleaire wapens te maken. Ik bedoel, elke dag is er dit nieuws. De spanning in het Midden-Oosten neemt toe. Iran op 2 mei dreigt met vergeldingsacties voor het Israëlische bombardement op Iraanse wapendepots in Noord-Syrië. De tijd van hit en run is voorbij, zei een Syrische militair. Hij zei: we zullen Haifa en Jeruzalem met de grond gelijk maken. En Haifa en, hoe heet die andere grote stad ook alweer? Tel Aviv. Niet Jeruzalem, want die willen ze in bezit nemen. Abbas zei op dezelfde dag dat de Joden de Holocaust aan zichzelf hebben te danken. En ik weet niet of je begrijpt wat hij daarmee zegt. Daarmee zegt hij: ze hebben het toen aan zichzelf te danken gehad. En dat ze nu uitgemoord worden, hebben ze ook weer opnieuw aan zichzelf te danken. Dit is de wereld waar we in leven. En dan zeggen sommigen: Jezus is al teruggekomen. Dwalingen in de... Jezus is niet terug. Want dan rekent hij eerst met al deze vijanden af. De Knesset heeft op dezelfde dag Netanyahu de macht gegeven om oorlog te verklaren vanwege de extreme omstandigheden. Eigenlijk staat alles op scherp. Op 3 mei, dat is een goede week geleden, heeft het Hoge Gerechtshof in de VS 6 miljard schadevergoeding van Iran geëist voor 9-1-1. En nu, op dezelfde dag, shocking nieuws. Russische nieuwssites beschuldigen Israël, dit is shocking, van het gebruik van tactische nucleaire wapens bij een luchtaanval op Syrië. Dit verhaal gaat viraal in Rusland en in de Arabische wereld. Maar het is een leugen. Met deze verklaring wordt Israël beschuldigd als eerste nucleaire wapens te hebben gebruikt in actieve oorlogsvoering sinds de VS Hiroshima en Nagasaki bombardeerde in 1945. Trump is er van te volle van overtuigd inmiddels en breekt de nucleaire deal. De protesten op de Gazastrip, daar worden kinderen voor ingezet. En een van de journalisten die werd verwond geraakt, blijkt gewoon een keiharde terrorist te zijn. Helemaal geen journalist. De spanning, ach man, ik heb zoveel rapporten elke dag, ik heb geen eens tijd. Op 7 mei heeft het in Israël zo hard geregend dat 10 jonge mensen zijn omgekomen. Ik heb een vriend daar wonen die uit Nederland terug verhuisd is. Hij zegt: er is een boom omgevallen en die hebben ze gerooid. En in de wortel vonden ze een koker met daarin een 70 jaar oude onafhankelijkheidsverklaring. 100% intact tussen de wortels van die boom. Die is daar dus begraven 70 jaar geleden. Die wordt nu opnieuw blootgelegd. Ik geloof dat dat een profetisch teken is. Op 30 april zegt de Global Press dat de Palestijnen met swastika's, flyers, kites, vliegers, de hakenkruisvliegers, daar met vuur brand willen stichten over de grens. Ze zijn niet uit op vrede.
1 mei, 100.000 documenten, heb ik al gezegd. Even kijken, ik wil even naar de afgelopen dagen gaan. 9 mei. Iran zegt uit een nucleaire deal te stappen, nu Trump het gedaan heeft, om daarmee als het ware elke controle te ontlopen en door te gaan met hun vernietigingswapens. Op 10 mei, Hemelvaartsdag, heeft Iran vanuit Syrië 20 raketten gestuurd die allemaal op Syrische bodem zijn gevallen. Israël heeft 50 raketten teruggestuurd en bijna alle Iraanse infrastructuur in Syrië vernietigd. Mensen, we leven in een spanningsveld. Vandaag of morgen gaat het mis. En de Bijbel zegt, de wereld zal zich vertillen aan Jeruzalem. Ik geloof dat er 3 profetieën zijn, die ga ik u geven. Die moet u zelf maar thuis bestuderen. Maar Jesaja 17 spreekt over de vernietiging van Damascus. Het zal een onbewoonbare puinhoop worden. Damascus is nog nooit vernietigd geweest. Nog nooit. Jeruzalem is diverse keren vernietigd. Daarom is het archeologisch zo'n interessante stad. Damascus is nog nooit vernietigd. Maar er is een profetie. En ik geloof dat we aan de vooravond van die profetie staan. En dan Zacharias 12. Jeruzalem, de steen waaraan men zich deerlijk zal verwonden. Je ziet de hele wereld. Er zijn mensen die zeggen, ah ja, dat is toeval. Dat heeft niks met de Bijbel te maken. Hoe blind moet je zijn om dit niet te zien? Jezus komt toevallig wel terug in Jeruzalem op de Olijfberg van waar hij opgevaren is. En daarom zie je dat alle machten van de wereld, net als in de Tweede Wereldoorlog, vlak voor de geboorte van Israël, de duivel via Hitler en het nazi-tijdperk geprobeerd heeft de plannen van God, net zoals in Bethlehem met de geboorte van Jezus, net zoals in Egypte met de geboorte van Mozes, probeert de duivel opnieuw, maar hij zal niet lukken. Integendeel, God zal het laten meewerken ten goede voor zijn bedoelingen. En hij zal afrekenen met zijn vijanden. En de derde profetie is Ezechiël 38. Ik geloof dat de wereld op het punt staat dat Poetin zal aanvallen en al die legers zullen vernietigd worden. Het zal het einde zijn van het islam. De backbone van de islam is vernietigd. Wat gebeurt er dan? Want je zegt, nou, is dat het goede nieuws dat we vandaag te horen krijgen? Nee, wat is het goede nieuws en waarom ben ik goedsmoeds? Dat zal ik u vertellen. Even kijken waar ik die notitie heb. Ja, hier heb ik hem. De Bijbel zegt dit, Openbaring 1 vers 3 en 22 vers 10. De tijd is nabij, wees daarom waakzaam, want we weten niet de dag, nog het uur. Maar aan deze tekenen weten we dat het nabij is. En ik geloof dat wanneer het oordeel van God neerdaalt, de gemeente opgaat. Waarom geloof ik dat? 1 Thessalonicenzen 5 vers 3 tot 9 zegt dit. Want terwijl zij zeggen, het is vrede, terwijl zij zeggen, niet wij, zij. Het is vrede en rust overkomt hun. Overkomt hun. Als de weeën van een zwangere vrouw een plotseling verderf. En zij, niet wij, waar het nu om gaat is, hoor je bij de wij of hoor je bij de zij. En zij zullen geenszins ontkomen. Maar gij, broeders. Hier stelt Paulus de gij tegenover de zij. Mijn vraag is, hoor je bij de gij of hoor je bij de zij? Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou. Want God heeft ons niet gesteld tot de toren, maar tot het verkrijgen van zaligheid door de Heere Jezus Christus. Het lijkt erop als plotseling het verderf hen zal treffen, waaraan zij niet zullen ontkomen. Wij juist zullen ontsnappen. Terwijl het verderf neerdaalt, gaan wij op.
Hoe dicht zijn we bij de komst van Jezus? En als ik dan mensen zie die bezig zijn alleen maar met hun aardse zegeningen en succes. Ik zou je zeggen, er zijn 3 van onze zendelingen vermoord het afgelopen jaar in India. Ik heb tegen onze pastors gezegd, gooi die foto van die vermoorde man weg. Want de duivel wil je alleen maar intimideren met angst dat je je mond niet open doet. Sterven is winst. Ik zeg, we gaan wraak nemen. We gaan 1000 zielen terugeisen. En in januari hebben we meer dan 1000, ongeveer 1200 beslissingen voor Jezus gezien. Wat ik tegen de duivel niet gezegd heb is, al zou je niemand meer doodmaken, dan blijven we evengoed zielen van jou jatten gewoon. Zoveel als we kennen, totdat hij komt. Ik geloof, lieve mensen, nu is de tijd nog om je familie, je buren, je vrienden, je vijanden, je klasgenoten, je collega's over Jezus te vertellen. Ik ga vanavond iets zien over Pakistan. Daar zijn campagnes met 100.000 mensen in de open lucht, terwijl je daar het risico loopt om je keel doorgesneden te worden of in de gevangenis te verdwijnen. De mensen zijn de angst voorbij. Wij hebben hier de vrijheid en we doen het niet. Het wordt tijd dat de kerk agressief wordt in evangelisatie, opstaat en dat we beseffen, dit is het uur dat wij het geluid van de hemel moeten laten horen.